Vergeet ik dat ook weer. Kijk, mijn telefoon uitstaat voor de zekerheid. Alles uit en zo. Yes. Nou, helemaal leuk dan zo. Dat is maar niet in elkaar, maar toch een beetje in mijn scherm erbij. Dan proberen niet zoveel te kuchen tussendoor. Ik zeg goedemorgen. Welkom allemaal, namaste. Kom lekker zitten. Voel of je bij de zitpotten gewaar wordt. Lekker in je midden, in je centrum. En laat je schouders wegzakken, weg van je oren. Vind je een plek voor je handen. Plat op je knieën of open. Of je brengt je duim en wijsvingers zachtjes bij elkaar. Mudra voor verbinding. Maak je rug mooi lang, je kruin naar het plafond. En gun jezelf helemaal aankomen in het moment, in je lijf, uit je hoofd. Laat je zo de ochtend, de hele week, als je het vrijdag doet, van je afglijden. Alle indrukken die je hebt opgedaan. Mensen die je hebt ontmoet. En de laatste tijd misschien gemiddeld wat minder dan normaal gesproken. Emoties die eventueel voorbij gekomen zijn. Kom helemaal los. Dan voel je jezelf helemaal landen. En elke keer dat je uitademt, dat je meer en meer gewicht in je zitpot zakt. En adem een keer wat dieper in en neem je schouders mee naar je oren. En uit met een ha. Nog een keer in, schouders op. En uit. Laatste keer, adem diep in. En uit. Doe je schouders helemaal wegzakken, weg van de oren. Adem weer een keer wat dieper in. En uit, breng je rechter oor richting je rechter schouder. Kijk je de linkerkant van je hals. Adem in, zet je hoofd weer rechtop. En uit, linker oor richting je linker schouder. Kijk je de rechterkant van je hals. Adem in, zit je hals weer rustig weg. Laat je hele gezicht dan zacht worden, ontspannen. Kaken los. De tong losjes rust in je mond. Je lippen zacht worden, misschien wijken ze iets uiteen. Span je rugbeenderen. Voel je ogen, zachtjes rust in je oogkassen. Span je wenkbrauwen, de plek tussen je wenkbrauwen. Je voorhoofd, je hoofdhuid en ook je haarwortels. Gewoon door eraan te denken. Helemaal ontspannen.
En observeer dan hoe de lucht via je neus, je lichaam in- en uitstroomt. Hoe observeer je op de inademing je borstbeen wat naar voren komt, wanneer je flanken en je oksels wat naar buiten uitzetten. En als je uitademt, voel je hoe het borstgebied zich weer ontspant. Zul je ook observeren ook of je buik al meebeweegt op het ritme van jouw adem. En als het niet helemaal vanzelf gaat, adem je wat bewuster naar die buik. Als je inademt, maak je een bolle buik. Maar als je uitademt, zet je navel dus naar binnen. Inademen met een bolle buik. Uitademen, navel ligt naar binnen. En zo is er rustig blijft ademen diep naar je buik. Kom dan met je aandacht naar je stuitje, naar je staartbeen. En dan heb je hier een mooie wortel, een mooie gronding. En als je stuit helemaal diep, diep de aarde inzakken. Kijk wat voor kleur die wortel het koord wilt geven. En zie voor je voeren kilometers diep om neer naar het midden van de aarde zakt. In het midden van de aarde stel je die goudkleurige stalen lusboor stevig in de grond verankerd. En ook je wortel je poort aan vast. En dan voel je die verbinding vanuit het diepst van de moeder aarde. Aarde-element staat ook centraal, straks in de les. Hoe je verbonden bent met je wortel aan je lichaam in het hier en nu. Wat je nog wilt loslaten, wilt parkeren voor nu. Stel onrust nog in je lichaam, in je hoofd. Verwachtingen van jezelf, in je les. Kleine fysieke ongemakken. Voel je helemaal van je afglijdt. Dus een deken die je loslaat. Op je hoofd, langs je nek, je ruggengraat. En bij je staart zo helemaal diep de aarde. En met je ogen gesloten, schrijf je handen dan tegen elkaar. Om de warmte genereren. Dan breng je handen voor je hart. En dan zet ik je oom, want ik weet dat mijn oom op een gegeven moment zo goed meer te horen is. En dan focus je op je eigen oom in de wetenschap, dat we het met elkaar doen. Adem diep in. Laat je rustig je handen weer los, of je zag je open. Ik doe mij even verwarmd uit, het knip ik al uit de opname. Zuis dan heel zachtjes, ik lukt mij dan toch niet om daar voldoende te maken. Kom even plat op je billen zitten als je een verhogingtje onder je zitpot hebt gedaan. Dan schud je even je benen los, daar even lekker met je voeten rondjes. Dan heb je slaap in de voet gekregen. Ik kan het even losschudden.
Als het allemaal weer lekker doorstroomt, kun je je been weer in een klimakershit bij je doen. En dat is het handigste, heb ik gemerkt, om de dingen schuin te doen zo. Dus je legt je handen op je knieën, je zit in een katkoebeweging maken. Je ademt in, je brengt je borstbeen naar voren, kijk omhoog, hoofd in je nek. Haal de bladen naar elkaar toe. En uit, kom je naar achter. Laat je kin op je borst zakken, rond je rug. Inademing, een holle rug. Hou de bladen naar elkaar toe. Uitademen, een volle rug. In, een holle rug. Loop dat je beweegt over je zitbotten. Uit, een volle rug. Ontspan je hoofd, de strekking in je nek. Doe nog een paar keer. In, holle rug. Uit, een volle rug. Laat ze hier in, holle rug. Uit, een bolle rug. En kom met je rug neutraal in het midden. En zet je de linkerhand naast je neer. En de rechter mee omhoog. Zit je als een spiegelbeeld, dan gaan we dezelfde kant op. Adem in, maak lang. Adem uit, buig naar opzij. En links in ieder geval. Bij de zitpot aan de grond. Adem in, en die armen mee, zo'n soort molenwieker, die is hier van arm, maak lengte in het midden. En uit, kom opzij. Steek je voor de flank. In, wissel weer van kant. Uit, kom opzij. In, maak lengte. Uit, kom opzij. Misschien voel je al langzaam dat er een beetje ruimte begint te komen. Laatste keer naar links, adem in. En uit. En zo kun je elleboog komen. Als je die ruimte hebt. En in naar het midden. En uit naar opzij. En kom omhoog. En ontspan. Dan breng je rechterhand op je linkerknie. Andere hand gaat achter je rug. Adem je in. Maak je rug mooi lang. En uit, ga je over je linker schouder naar achter. Voel die draai in je ruggengraat. Nog een keer diep in. En uit, draai je terug naar het midden. En draai je helemaal door naar de andere kant. Met de linkerhand op je rechterknie, andere hand achter je rug. Adem in, maak lang. Adem uit, ga je over je schouder naar achter. Verkeer diep in. En uit, terug naar het midden. Draai even je schouders lekker rond. Ik zei net al dat de les in het teken van het aarde-element staat, maar ook voor de longen had ik bedacht. Dat we best wel wat actiever in deze yin-yang-les kunnen doen. Die longmeridiaan die loopt door de arm. Dus we gaan ook de een en ander met de arm doen. Eerst nog even opwarmen, dus je mag ook je knieën naar voren komen. Katkoehouding. Dus met je handen onder je schouders en je knieën bij een stukje uit elkaar. Heupen boven de knieën. Dus gaan we de staande katkoe doen. Dus je ademt in, je maakt je rug hol, kijk voor je of omhoog. Adem uit, zet je staart en de benen, bol je rug en kijk naar je knieën. Voeten zijn ontspannen, adem in, maak een holle rug. Adem uit en holle rug. In en holle rug. Uit en holle rug. Nog een paar keer. In, holle rug. Uit en holle rug. Laatste keer. Adem in, maak een holle rug. Adem uit, maak een holle rug. Kom dan neutraal met je rug. Strek je linkerbeen naar achter. En dan buig je dat been. Dan kijk je of je met je rechterhand die voet kunt pakken. Adem in en duw je die voet in je hand. Je kunt je hand gewoon ontspannen naar de mat laten. Dus strek je je bovenbeen. Een stuk maagmeridiaan, waar de aarde hoort, die we vaststrekken.
Adem diep in. En uit. Ontspan. Als je veel hard loopt of wandelt, heb je misschien de spierstrek. Adem in, strek je rechterbeen. Buig je been. Met je linkerhand pak je de voet. Adem in, duw die voet in de hand. Een beetje variant op de danspoos. Misschien zal nog staan doen. Adem in, duw die voet weg, weg, weg. En uit, ontspan. En maak je hem even klein met je billen en je hielen. Met je handen onder je hoofd doen. Of je hoofd naar de mat. Klassieke child pose. Ontspan je schouders. Met je rug weer even terugbollen. Je benen ontspannen. Adem nog een keer wat dieper in. En weer uit. Zet je handen onder je schouders. Duw jezelf langzaam rechtop. Zet je handen weer aan de grond. Stap je met één voet naar voren. Krul je de tenen van je achtste voet. Stap je bij. En blijf even hangen. Met je ellebogen pakken als je dat fijn vindt. Even heen en weer schudden. Voel de strekking in de achterkant van je benen. Ik ben weer begonnen met hardlopen deze week, 3 keer geweest. Nou ja, 2 minuten horen, 2 minuten wandelen, maar ik voel het echt aan mijn beenspier. En lekker even lengte maken. Buig je de knieën, rol jezelf langzaam op. Langzaam, langzaam je hoofd als laatste. En als je helemaal staat, blijf even zelf staan. Voor de vervolgoefeningen. Sluit je ogen op dat moment. Luister gewoon naar mijn stem. De voeten staan op heupbreedte. Dan kom je met de aandacht aan de onderkant van je voeten. Misschien even zo je tenen in de mat of in de vloer waar je bent. Boren als het ware. En ontspan je die tenen weer. Je knieën zijn uit het slot, je staartbenen liggen naar binnen gekanteld. Schouders ontspannen. Adem een keer wat dieper in. En op de uitademing kom je naar voren met je gewicht. Boor die tenen in de mat. Voel je schenen verstrakken. Je knieën aanspannen. En adem terug naar je midden. Adem in. En kom met je gewicht op je hakken. Kijk of je tenen licht omhoog kunt krullen. Heel subtiel. En uit, terug naar je midden. En dan wieg je jezelf zo zachtjes van voor naar achter, over je middelpunt. En kom dan langzaam tot stilstand in het midden. Hier weer zacht. Adem je diep in. En uit. Buig je naar links. Buig je naar links als het ware. Verlicht je linkervoet. Adem in. Duw jezelf af. Terug naar het midden. En uit. Door naar de andere kant. Rechterkant. Voeten blijven aan de mat. En je gewicht verdeel je steeds om beurt de ene been. Doe je dat terug naar het midden. En uit en naar de andere kant. Licht jezelf dan ook zo zachtjes heen en weer. Van links naar rechts. Dan kom je langzaam tot stilstand. Ook weer in je midden. Van links naar rechts. En van voor naar achter en van links naar rechts. Van alle kanten je voeten stevig voelt in je mat, in de grond. En open dan weer rustig je ogen. Hou je handen voor je hart. We willen graag de Dru-versie van de zonnegroep met jullie doen. En Dru-yoga is yoga voor het hartgebied. Je werkt wel met zachte, ronde bewegingen. Dus je kunt gewoon meedoen. Adem in en je handen bij omhoog. Dan maak een lichte buiging naar achter.
Adem uit, kom naar voren. Kijk of je de grond haalt, anders doe je de hand op je schenen, bij je enkels of je schenen. Ontspan je hoofd. Adem in, zet je rechterbeen ver naar achter. En uit, kom je met je knie naar de vloer. Ontspan je die achterste voet. Kom je omhoog, adem je in, neem je armen mee omhoog. Je staat in een lunge. Buig je rug en adem uit. Vouw jezelf over het linkerbeen naar voren. Neem je armen mee naar achter. Adem in, armen mee naar voren en omhoog. Alsof je de zon boven je begroet. Adem uit, over je knie, armen mee naar achter. Alsof het vleugels. Laatste keer in, kom omhoog naar achter. Adem uit, kom naar voren. Adem in, zet je handen naast je voet. Krul je teen van je achterste voet. Adem uit en sleep het voorste been mee naar achter. Kom je naar je eerste neerwaartse hondhouding. En die spieren zijn de ochtend vaak nog wat stijf, wat kort. Dus als je niet meteen je hakken naar de mat krijgt, loop dan even op de plaats. Adem rustig door. En dan moet ik altijd even goed denken, want ik doe het in spiegelbeeld, zit op mijn andere benen. Ja, als het goed is, met je linkerbeen voor. Zo moet nu rechterbeen voor. Ja. Adem in, als je het een beetje acrobatisch wil, kun je je rechterbeen mee omhoog nemen. Adem uit, stap naar voren, grote stap naar voren. Je rechtervoet is nu voor, ontspan je de vlees van je achterste voet. Voel diezelfde beweging. Adem in en je armen mee omhoog. Buik achterover. Adem uit. Kom naar voren. Armen naar achter. Adem in. Adem uit naar voren. Laatste keer adem in. Kom omhoog. Adem uit naar voren. Zet je handen naast je voet. Krul je teen. Ik bedenk dat ik iets vergeten ben, dus ik doe het nu nog even. Adem in, kom iets omhoog van je mat. Dan sleep je voorschoot mee naar achter, maar kom eens nog even in plank. Adem je diep in. Uit, kom je naar de mat. Of even met je knieën eerst op de mat. Of je spant alles aan. Ellebogen in je zij voor Chaturanga. Kom je plat op je buik op de mat. Ontspan de voeten. Adem in, duw jezelf omhoog voor cobra. Een kleine cobra maken of als je meer strek in je rug wil, strek je die armen helemaal op. Ontspan in je onderrug. Krul je de tenen, adem in. En uit, navel naar binnen. Duw jezelf weer omhoog in die hondhouding. Hoofd is tussen je armen. Adem weer rustig door, loop even zo op de plaats. Dan gaan we van hieruit nog één keer naar die plankhouding. Adem in, kom met je gewicht wat naar voren. Adem uit, navel in of eerst knieën naar de mat. Laat je lichaam zakken op de mat, ontspan je even. Adem in, duw jezelf op. Krul je tenen, adem uit, navel naar binnen en duw jezelf weer omhoog. Adem in, stap je rechtervoet groot, stap naar voren. Adem uit, andere been bij, buig je knieën licht. Adem in, armen mee omhoog. Handen tegen elkaar, namaste. Adem uit, handen voor je hart. En sluit je ogen in een moment. Voel je lichaamstemperatuur, je ademhaling. Adem nog een keer diep in. En uit, ontspan je handen. Dan wil ik nog een serie met jullie doen. Voor de longen, ook met je armen. Dat zal ik een keer voordoen.
Nou, is niet ingewikkeld. Nee, adem in, de armen komen omhoog. Adem uit, buig je voorover. Adem je in, breng je de handen naar achter. En strek je die armen zo ver als je kunt van je weg. Adem uit, laat je de armen weer ontspannen. Adem in, kom je omhoog. Adem uit, handen weer voor je hart. Gaan we een aantal keren doen. Dus kom weer staan met je voeten op heupbreedte. Je kunt even alvast beginnen weer een namaste. Handpalmen tegen elkaar aan. Knieën zacht. En gaan we beginnen. Adem in, handen komen omhoog. Maak je lang. Adem uit, buig naar voren. Adem in, breng de handen bij je rug in elkaar. Laat die armen naar voren komen. Adem uit, ontspan die armen weer langs je benen. Adem in, kom omhoog. Maak lengte. Kijk naar je duimen. Handpalmen tegen elkaar. Adem uit. Handen voor je hartje, namaste. Adem in, weer omhoog. Adem uit naar voren. Adem in, handen in elkaar. Adem uit, ontspan de armen weer. Adem in omhoog. Handspannen tegen elkaar. Adem uit. Adem in, handpalmen omhoog. Adem uit richting de vloer. Handen achter je rug. Adem in, strek uit. Adem uit, ontspan. Adem in, kom omhoog met de armen. Handpalmen tegen elkaar. Adem uit, handen voor je hart. Adem in, omhoog. Adem in naar de grond. Handen achter je rug. Adem in, strek weg. Adem in, ontspan. Adem in, omhoog. Handpalmen tegen elkaar. Adem uit, handen voor je hart. Als het te snel voor gaat, doe je in je eigen tempo. Anders ga je adem in, omhoog. Adem uit naar de grond. Handen achter je rug. Adem in, strek weg. Adem uit, ontspan. Adem in, kom omhoog. Handen tegen elkaar. Adem uit, handen voor je hart. Laatste paar keer. Adem in, omhoog. Adem uit richting de grond. Handen achter je rug. Adem in, strek weg. Adem uit, ontspan. Adem in, omhoog. Handpalmen tegen elkaar, adem uit voor je hart. Laatste keer, adem in omhoog. Adem uit naar de grond. Hand achter je rug, adem in, strek weg. Adem uit, ontspan. Adem in, kom omhoog. Handpalmen tegen elkaar, adem uit. Handen voor je hart, sluit je ogen weer. Van je knieën. Met je aandacht naar je ademhaling. Alsof je batterijtje weer een beetje extra gevuld hebt. Laatste keer diepe adem in. En uit, ontspan je de handen. En wil ik iets met de arm doen, dus kijk of je een muur in de buurt hebt. Dat is een beetje lastig, want ik heb geen muur die je, om in beeld te blijven naar de muur. Maar gewoon op schouderhoogte zet je je hand tegen de muur. Afhankelijk van hoe lang je eigen arm is. En dan draai je bovenlichaam weg van de muur. Dus dan voel je dat je die strekking gaat krijgen in die schouderkop. En doe het voor zover voor jou oké voelt.
En als je dan nog iets meer strekking wil, dan kun je je oor naar je andere schouder laten zakken. Dus niet naar de schouder van de muur, maar weg van de muur. Naar je andere schouder. En adem dan rustig met je knieën ontspannen. En die longmeridiaan loopt een stukje achter het schouderblad. Naar voren, die longen zelfs ook naar de achterkant. Kijk of je je gezicht zacht kunt houden. Adem diep in. En weer uit. Observeer de strekking die je voelt. Nog een keer diep in. En uit je hoofd rustig rechtop. En ontspan die arm van de muur. Even losschudden. Ik vind deze heel intens. Het lijkt niks, maar ik voel het wel. Dus ik hoop jullie ook. Niet te. Wissel je om van kant. In je andere arm tegen de muur. Heb je een goede afstand. En draai je bovenlichaam dan weg van die muur. Dat je strekking gaat creëren. Dus je kunt zelf variëren als je een klein beetje draait. Of dat je flink draait. Adem weer dieper in. En uit. Als je nog iets meer strekking wil, laat je je oor weer naar je andere schouder zakken. Span weer je knieën, je gezicht. Adem naar die schouderkop, naar het schouderblad. Waar je de strekking voelt toe. Laatste keer diep in. En weer uit. Zet je hoofd langzaam rechtop. Ontspan die arm van de muur. En laat even weer de stijfheid van je afschudden. En dan wil ik nog een paar staande houden met jullie doen. Om goed contact met die grond, met die aarde te maken. Het is de boom voor balans. Begin ze met je voeten op heupbreedte, knieën zacht. Als je schouder nog steeds gevoelig zijn, kun je nog een beetje draaien. Een beetje bloedtoevoer promoten. En kom dan met je gewicht naar je linkerbeen. Kom weer mee in spiegelbeeld met jullie. Dan kun je kiezen voor een lage boom. Als je niet zoveel balans hebt vandaag of je hebt geen goede kleding aan. Zet je je hak tegen je linker enkel. Als je wat steviger staat, kun je eventueel je enkel op je knie leggen. En als je echt stevig staat, breng je die knie omhoog, draai je benen buiten. Kun je je voet een handje helpen. Zet je die voet aan de binnenkant van je been. Adem je in en je armen mee omhoog. Want bij de muur staat, kun je een beetje smokkelen met de muur. Breng je de handpalmen tegen elkaar. Namaste. Probeer je gezicht zacht te houden. Kijk naar één vast punt voor je, schuin voor je op de vloer, op de grond. Voel je verbonden met de kosmos boven je, de zon, de aarde onder je, hier je voet, been, stevig op de grond staan. Nice. Adem nog een keer diep in. En uit. Ontspan je armen en je been. Schud je dat standbeen even lekker los. Oké, andere kant. Dus je komt eerst met je voet op heupbreedte. En breng je gewicht naar je rechterbeen. Dan kijk je weer wat gaat. Dit is ook altijd uitvalspositie. Als je erg wiebelig bent, kom nog op je lage boom. Of je kunt weer kiezen voor je enkel op je knie. Of je brengt je knie omhoog. Draait je heup naar buiten. Zet je voet aan de binnenkant boven je knie. Adem je in, handen weer mee omhoog, armen mee omhoog. Handpalmen tegen elkaar. Kijk of je je gezicht zacht kunt laten worden. Vaak als je iets inspannend vindt of heel erg je best doet, dan kan je zo het gezicht schrap zetten. Hoeft niet. En voel het verschil. Ik merk dat ik wiebeliger ben op dit been dan net.
Adem goed naar je buik. Voel je weer die lijn van je voet en je vingertoppen. Mooi. Adem nog een keer wat dieper in. En adem. Dan span je de armen, haal je de been weer los. En schud los. Het is nog een mooie balansoefening. Het is makkelijker om schuin voor te doen voor jullie. Dus de dansen, Natarasana. En die lijkt op die zittende katkoebeweging die we gedaan hebben. Dus je komt weer eerst met je gewicht naar je rechterbeen. En kijk of je je linkervoet zou kunnen pakken. Ik geloof dat het officieel binnenkomt. Dat is natuurlijk zelf nooit zo prettig. En strek je je rechterarm voor je uit. En kijk of je vast een vast punt kunt vinden. Adem je diep in naar je buik. Met de uitademing kom je naar voren, terwijl je die achtste voet in je hand blijft duwen. Het kan een klein stukje zijn, het kan meer zijn. Hier komt altijd mijn oude turnervaring van pas. Dus blijf gefocust op één punt. En zoals je het sierlijker wil doen, kun je nog een mudra aan je voorste hand maken. Misschien is dat een beetje te veel gevraagd. De strekking in je schouderblad aan de achterkant. En je bovenbeen. Adem nog een keer diep in. Duw, duw, duw. En uit kom je terug. Het is wel lastig om allemaal naar jullie te kijken en te luisteren. Andere kant. En je gewicht in je linkerbeen. Pak je met je hand je rechtervoet. Zet je linkerarm voor je uit. Je maakt je mudra. Adem diep in naar je buik. En uit. Begin je met je voet in je hand, achterste hand te duwen. Kantel je je heupen zachtjes naar voren. Blijf rustig doorademen. Gezicht weer zacht. Of kijk of je kunt glimlachen. Laat een keer adem in, duw die voet weg. En uit, kom je rustig terug en schud los. Oké, laatste uitdaging, voordat we lekker gaan beginnen. Dit is de kraai, een balansoefening. Kom je op je hurken. Dan zet je handen voor je neer. Dit is altijd echt een hit bij de kinderen. Een beetje circusachtig. Het idee is dat je hoog op je tenen komt, dat je met je knieën op je bovenarmen kunt rusten. En om het gevoel te krijgen kun je eerst even één voet omhoog doen. En dan weer de andere. En als je voelt zo'n kantelpunt met je gewicht op je bovenarmen rust, kan je die voeten van de mat halen. Span je buikspieren aan. En als je genoeg vindt, kom je terug. Ja, mooi Marja. En draai je polsen even. Deze is vrij pittig voor de polsen. Dus ik hou het even hierbij, want het voelt echt niet lekker. Je kunt als je het fijn vindt nog een keer proberen oefenen. Dus het truc is om hoog op je teen te komen. Dat je echt met je schenen op je knieën op je bovenarmen rust. En dan je gewicht naar voren brengen. Blijven oefenen. Vaak je iets doet geoefend. Oké, breng je knieën dan even naar de mat. Doe nog even lekker die polsen draaien. En breng je armen achter je rug. Doe nog even het konijn voor de armen. Strek je weer je schouderbladen naar elkaar toe. En dan kom je met je hoofd richting de mat. Je billen mogen wat omhoog komen. En strek je die armen de lucht in. Laatste keer strekking voor die longmeridiaan. Ook je hart en je dunne dikke duim door die armen lopen. Dus je kruin mag helemaal naar de mat. Adem goed door naar je buik.
Laatste keer diep in. En uit, ontspan je armen. En kom nog heel even in child pose. Ontspan je die armen langs je lichaam. Voel je de schouderbladen verzachten. Breng je handen onder de schouders, duw jezelf langzaam omhoog. Breng je de knieën wat meer naar de buitenkant. Breng je rechterarm onder de linker door. Kom hem met je hoofd naar de mat. Trek je die linkerarm omhoog aan die spiraal, als het ware. De binnenkant van je rechterdij, ik zal hem deze kant voordoen. Kijk of je met je vingers aan de binnenkant van je dij kan komen. Als dat te ver is of te heftig is, laat je die hand op je rug rusten of in je broek. Dus kijk wat haalbaar is voor jou. Verder met de yin. Ja, dus dan laat je je arm ontspannen zakken weg, bovenste arm. En draai je in de richting van je rechter dij, als dat gaat. Dan krijg je zo tintelingen of... Slaap aan de vingers. Laat de bovenste arm dan terug naar voren glijden. Adem rustig naar je buik. Dan mag je ademhaling nog weer wat vertragen, rustig worden. Na het Jan-deel van de les, actievere deel. Tijd voor het meer verstilde deel van de yin. Maak weer contact met je adem. Observeer je waar de strekking voelt. Het aardeelement, de organen die daarbij horen, zijn de maag en de mild. De maagmeridiaan loopt van onder de ogen. En die legt door over je tepellijn en de voorkant van je bovenbenen. En die mild is meer aan de binnenkant van je benen. En dat is voor die beide child pose doen. Slaat je bovenste arm langzaam terug naar voren komen. Duw jezelf recht op. En dan wissel je van kant. Je andere arm. Door naar de andere kant. En je rechterarm in je spiralen richting de linkerdijk. En kijk wat gaaf, wat haalbaar is. En dan heb je meer ruimte aan de een of andere kant. Even jezelf observeren, waarnemen. Het aardeelement staat voor harmonisatie, balans. Dus een gek idee in deze tijd om je extra bewust te blijven van de rust, van vertrouwen, van moederlijke koesteringen, dat wordt niet van deze moeder aarde genoemd. Waar we met z'n allen op vertoeven hier. Dat we zuinig mogen zijn met de grondstoffen, met de natuur en met de dieren. En als het element uit balans is, dan kun je wat meer in je hoofd zitten, wat meer malen, wat meer piekeren. Doemscenario's of je helemaal lethargisch voelen, een beetje depressief, of je zo zwaar, te zwaar wordt. Of dat je meer bezig bent met anderen, veel geven, met zorgen voor. De uitnodiging van dit element is om helemaal voedend, koesterend naar jezelf te zijn. Goed voor jezelf te zorgen. Door gezonde voeding tot je te nemen, door te bewegen, te ontspannen.
de balans in jezelf tussen de yin en de yang energie. Adem nog een keer wat dieper in en laat die bovenste arm weer terug naar voren komen. En uit doe je jezelf omhoog. En kijk dan of je die benen naar binnen kunt brengen of dat je die benen een beetje helpt zo aan de buitenkant van je knie. Maak nog even een kleine klassieke child pose. Zo met de vuisten over je hoofd. Of je hoofd naar de mat. Even ontspannen. Doe je schouderbladen ontspannen naar de zijkanten. Nog een keer wat dieper in. En weer uit. Zet je de handen onder je schouders. Duw jezelf omhoog. Hou je linkerbeen gebogen. En laat je het rechterbeen ontsnappen. Kom een beetje zo naast je voet zitten. Als dat voor jouw enkel of rug lekkerder is, kun je die voet naar buiten draaien. Maar je werkt het niet zo goed. Als je ruimte hebt, kun je plat op je rug komen liggen. Voor de meesten is het fijner om het een beetje te verhogen achter je rug. Als je een bolster hebt, of kussens, of een dikke deken die je op kunt rollen. Maak je een beetje een verhoging achter je. Maak dan zo'n schepbeweging met je bekken naar voren. Met je staartbeen een beetje omhoog. Dan kom je langzaam achterover op je bolster. Of op je verhoging. En dan is het idee dat je knie enigszins aan de grond blijft. Dus je knie erg omhoog komt. Dan is je escape of je doet iets kleins onder je knie. Als het te veel is, te veel strekking. Laat je dat been ontsnappen. Dan zet je je voet aan de binnenkant van je gestrekte been. Maak je er zo'n butterfly van. Dus kijk wat haalbaar is in jouw lichaam en ook op dit moment. Dat is eigenlijk het enige wat we hebben, is dit moment. Voel je rechterbeen ontspannen. Moet opzij vallen als het ware. Span je armen langs je lichaam. En een keer diep in door je neus. En door je mond uit. In door je neus. Uit. Laatste keer diep in door je neus. Uit. En dan laat jezelf dan helemaal naar binnen vallen als het ware. Waarbij alle gedachten door je hoofd vallen. Een plek van stilte, van rust in jezelf. Je borstbeen, je hartgebied ook wat meer. Voelen komen, openen. En laat je gezicht ook helemaal zacht worden, helemaal ontspannen. Adem rustig en diep naar je buik. Weet je of je die ademhaling kunt vertragen, kunt verdiepen. 4, 5 ademhalingen in. 4, 5 tellen adem uit. En als er weinig voor je is, maak je de tel zo wat vast voor jou.
Adem nog een laatste keer wat dieper in. En weer uit. Breng je kin naar je borst. Zet je elleboog wat steviger in de mat. Span je buikspier aan. Duw jezelf zo langzaam omhoog. Kijk dan of je dat been gebogen kunt houden. Dat je jezelf over dat gebogen been naar voren kantelt. Kom je in die lunchpose. Zet je knie wat achter. Leg eventueel iets onder je knie als je knieschuif pijnlijk voelt. Ik zal even naar de voorkant volgen. Je knie blijft boven je enkel. Met je handen naast je voet of aan de binnenkant van je voet doen. Het mag ook eventueel van de grond af. Dat je naar buiten laat vallen of je duwt met je hand tegen je knie. En als je meer ruimte voelt, kun je ook even op je ellebogen komen. Ontspan je hoofd, ontspan je gezicht. En deze wat korter dan de andere yin-oefeningen, omdat je wat meer armspieren gebruikt. Je psoaspier wat opgerekt. Aanrichting van je lies en je bovenlichaam. Dat wordt onze fight or flight spier genoemd. Heel veel spanningen, afvalstof in opgeslagen. Adem goed naar die plekken die jouw aandacht vragen. Adem nog een laatste keer wat dieper in. En uit, zet je handen wat stevig in de mat. Breng je gewicht naar achter. En buig het voorste been dan voor je op de grond. Ga doen met swan pose. En de zijkant voren weer. Dus je kijkt of je been buiten je bovenlichaam kan houden. Dan kom je die bil richting de grond. Bijna bij iedereen raak je niet helemaal de grond. Je kunt eventueel iets onder die bil doen. Maar het hoeft niet. Er mag ook ruimte blijven als je maar niet op die bil gaat zitten. En als je zo genoeg strekking voelt, dus een hoge swanpose, kun je zo blijven. Of je kunt op je ellebogen komen. Of als je weer een bolster of kussens in de buurt hebt liggen, leg je die voor je bovenlichaam. Dan kom je over die bolster. Of naar de grond als je die ruimte voelt. Als je schouderbladen dan kunnen ontspannen. Ik merk zo in de ochtend dat het toch wel lekker is om het iets hoger te doen. Als het niet gaat, als je te veel pijn krijgt, is de alternatief eye of the needle. Kom op je rug liggen. Breng je rechter enkel op je linker gestrekte been door die poort. Door het oog trek je dan het gestrekte been naar je toe. Alternatieve houding. Laat je lichaam weer settelen, ontspannen. In de houding. In iets mindere mate die mails mee aan de binnenkant van je gebogen been. Maar waarschijnlijk voel je ook de strekking in je rechterbil. Een stuk galblaasmeridiaan wat we meenemen. Aan de flank aan de zijkanten van het lichaam. Galblaas ook bij het houtelement van deze periode van de lente. Heel veel krachtige energie zit daarachter. Een expansieve, creatieve energie. Alles in de natuur weer ontluidt. Een nieuwe geboorte, een nieuw leven. Als het geblokkeerd is uit balans, dan kun je je narig, geïrriteerd, gefrustreerd voelen. Het is ook een fijne houding als je gevoelig bent voor PMS-klachten, of voor je menstruatie begint. Adem goed naar al die plekken die je aandacht vragen. Dat je langzaam kunt zakken, kunt landen. De vrees van je linkervoet ontspannen op de vloer voelt je mat. En de druk van je knie. En je bovenlichaam rust. De kussens op je bolsten en de kant van je hoofd raakt de kussen de grond. Je schouders ontspannen, je schouderbladen zacht.
Adem zo rustig en diep naar je buik. Voor alle gedachten, alle geluiden die je waarneemt, komen en weer gaan. Steeds terug met de focus naar je adem. Nog een keer wat dieper in. En weer uit. Breng je handen om je schouders. Vul je teen van je achterste voet. Duw jezelf omhoog. Kom even op handen en knieën. En als je het fijn vindt, kun je een actieve stretch met mij doen in die downward dog. En anders kom je in de child pose. Krul je tenen. Adem in. Uit. Duw jezelf omhoog. Strek je die benen even lekker. Loop je op de plaats, de spanning van dat gevouwen been eruit. Hoofd is ontspannen tussen je armen. Adem nog een keer diep in. En uit, kom met je knieën naar de vloer. En met je billen naar je hielen. En dan hou je het rechterbeen nu gebogen. Dan laat je het linkerbeen ontsnappen. Dan gaan we de serie aan de andere kant doen. Dus kijk weer of je iets achter je kunt leggen. Of je die enkel wilt uitdraaien of naar achter houdt. Maak je weer zo'n schepbeweging met je bekken naar voren. Dan kom je achteren over die bolster. Vlij jezelf weer op de grond, op de mat. En observeer, voel hoe het is aan deze kant. Het is symmetrisch, vaak een voorkeurskant waar er meer ruimte is, waar dingen soepeler voelen. Kun jezelf helemaal zakken en helemaal settelen in de houding. Je linkerbeen nu ontspannen op de mat. Voet valt een beetje naar buiten. Adem weer rustig en diep naar je buik. De strekking ligt in je onderrug, maar ook je bovenbeen. Maag, mild helpen, je spijsvertering, verteert je voedsel. Naar je maagstreek, rond je navel, je derde chakra, Manipura chakra. Ook verbonden met je mentale lichaam, met de gedachten. En daar dat piekeren, dat malen dat in je hoofd zit, als uit balans is. En
Dus voel je helemaal gedragen. Geef je volledige gewicht over aan de zwaartekracht. Voel jezelf helemaal zacht worden, als een soort klontje boter in de pan, in een hete pan. Langzaam zachter wordt, smelt en smelt. En tenslotte helemaal vloeibaar, helemaal zacht. Adem nog een keer weer wat dieper in. En weer uit. Breng je kin weer naar je borst. Span je buikspier aan. Duw je ellebogen weer wat steviger in de mat. Met je armen, je handen om jezelf weer langzaam rechtop te brengen. Kijk dan weer of je over dat gebogen been naar voren kunt komen. Voor die lunchhouding. Zodat je dat achterste been wat meer naar achter te strekken komt op je dij. Je voorste knie komt niet voorbij je enkel. Je handen weer naast je voeten of aan de binnenkant van je voet. Of naar de mat met je ellebogen. Dat het fijn voelt, oké voelt. Dus voel je hoe de strekking voelt aan deze kant. Adem naar die plekken toe waar je weerstand voelt, strekking voelt. Alsof de rivieren lopen door je lichaam en door die plekken te ademen. Die rivier veel breder maakt, zo groot. En hoe het water weer makkelijker kan stromen, soepeler zijn weg vindt. We strekken in de yin-yoga ons bindweefsel, daar waar die energiebanen doorheen lopen. Je chi, je prana, je levensenergie, doorheen stroomt. Met de yoga, door langer te stretchen, is het idee dat je blokkades kunt opheffen. Waardoor die rivier, vind ik altijd een mooie metafoor, weer makkelijker doorstroomt als het ware. De energie weer overal kan komen. Dat is ook de mooie functie van de mild. De mild zuivert je bloed. Of zuivert niet je bloed, dat doet je lever. Maar je mild maakt je witte bloedcellen aan. Breekt de rode bloedcellen af. En brengt je chi, je prana energie in het bloed. Om al je cellen bereikt worden. Dus het is effectief, actief in je afweersysteem. Iets wat we allemaal nodig hebben in deze tijd. Adem nog een laatste keer wat dieper in. Uit, zet je handen weer wat stevig in de mat. Duw je gewicht weer wat naar achter. Haal die strekking weg. En dan buig je dat voorste been weer. Voor die swan pose. Van de zijkant om. Kom je weer wat naar achter met je achterste been. Dat je die bil wat meer naar de grond brengt. Zorg dat je in je midden blijft. Hè? De meeste van jullie, als ik adjust, is het om jullie een beetje recht te krijgen.
Kijk dan weer of je even op je ellebogen naar voren wilt komen als je niet iets bij je hebt. Of als je kussens of een bolster voor je hebt, of je bovenlichaam over je bolster. Je kunt ontspannen. Draai je hoofd even van de andere kant op dan wat je net had. Laat jezelf weer zakken. Als het niet gaat aan deze kant, of je krijgt felle of stekende pijn. Je weet dan weer dat die eye of de needle pose op je rug. Op je linker enkel op je rechterbeen. Door die poort. Dat een alternatief is. Er is geen goed of fout in de yoga. Niet een minder of een beter. In elke pose en elke asana de uitnodiging. Met je aandacht naar binnen te komen. Voel of je de adem in je buik kunt blijven sturen. Gezicht kunt ontspannen. Nu te observeren waar je strekking voelt. En waar je nog kunt ontspannen. Nog een keer wat dieper in. En weer uit. Voel je de tenen van je achterste voet. Zet je handen in je schouders. Duw jezelf weer omhoog. En als je het lekker vindt, kun je nog even in child's pose komen. Even ontspannen. Je schouderbladen naar de zijkant laten glijden als het ware. Als je liever wat actiever stretcht, kun je nog een keer een hondhouding doen, downward dog. Kijk wat voor jou fijn voelt, het is jouw practice. Dan bereik je het een en ander aan. Het is jouw lichaam, de ene dag, de ene ochtend heb je wat meer behoefte aan rustig aan doen, de andere wat meer uitdaging. Kom dan langzaam naar een child pose als je nog in de hondhouding bent. En vanuit die child pose ook weer langzaam omhoog. Kom dan even op je rug liggen. En strek je benen dan in de lucht. Dan doen we even een gibberish oefening. Zo noemde mijn meditatieleraar altijd. Schud die benen even lekker los. En dan adem je diep in. En alsof niemand je hoort. Nog een keer diep in.
En uit. Ah, schud je helemaal los. Laatste keer diep in. En uit. Schud alles waar je nog druk over maakt. Over piekert, los wil laten. Schud je helemaal uit je benen. En breng je knieën nog even naar je borst. En wieg jezelf zachtjes heen en weer. En doe jezelf nog heel even omhoog. Je zit er met je benen in een spreid zit. Dragonfly. Laatste oefening mogen jullie liggen, mag je blijven liggen. Dus kijk wat voor jou oké voelt, niet te wijd. Dan gaan we voor overbuiging door het midden maken. Als je een bols erbij hebt, kun je die eventueel omhoog zetten. Als je het fijn vindt om je hoofd te laten rusten. Je kunt hem plat voor je leggen. Misschien met je ellebogen wat erop kunt steunen. Als je ademt in en op de uitadem kom je langzaam naar voor. Mag ook alles laten hangen. Misschien heb je nog een blok in de buurt. Om een blok op je bols te zetten. En strek nog even die mildmeridiaan aan de binnenkant van de benen. En als je erbij kunt, als je dat fijn vindt, kun je nog even kijken of je met je vingers om je grote teen kunt. Om de vingerpunt van de levenmeridiaan. Maar hoeft dan maar niet. Je kunt ook gewoon je arm ontspannen. Laten hangen. En weer rustig en diep ademen naar je buik. Zie je dat de strekking langs je ruggen gaat. Zit blaasmeridiaan wat ook meenemen deze houding. De kant van je benen langs je ruggengraat. Je blaast het voor zuivering. Opschonen. Je schouderbladen meer en meer ontspannen. Je voeten en je tenen helemaal ontspannen hebt of je niet zit te flexen. Je gezicht is zacht. En adem nog een keer wat dieper in. En weer uit. Gebruik je handen om jezelf weer langzaam rechtop te brengen. Druk je die benen naar binnen. Oh, dat was even heftig. Kijk of je de voetzolen tegen elkaar kunt brengen. Even flindert. Om een beetje ontspanning te brengen in die heupen en je liezen. En dan mogen jullie lekker komen liggen. Te ontspannen. Als je het fijne vindt om te zitten voor het laatste deel, mag natuurlijk ook. Dus kijk wat bij jou past, wat voor jou fijn voelt.
Misschien is het lekker om wat sokken aan te trekken of weer wat warmers, of een dekentje over je heen. Dus maak het helemaal aangenaam voor jezelf. Heb je thuis ook een oud kussentje of een washandje of een klein handdoekje? Dat je over je ogen kunt leggen. Zorg dat je jezelf helemaal optimaal installeert. Een klassieke savasana houding is dat je je voeten zo'n beetje vlak aan de zijkanten laat vallen. En de armen langs je lichaam laat rusten met de handpalmen richting het plafond. Of als jij het fijner vindt om je handen op je buik te laten rusten. Zorg dan dat de vingertoppen elkaar niet raken. Dus veel begin- en eindpunten van meridianen in de vingers. Dan activeer je weer van alle energie. En je mag nu juist even alles loslaten. Yoga practice die je gedaan hebt. Laten integreren tijdens je savasana. Dus voel of je helemaal goed ligt. Misschien wil je hoofd nog iets draaien. Of je schouderbladen wat verleggen. Kriebelt er nog iets. Dus voel dat je ligt zodat je je kunt laten zakken. En adem dan weer een keer diep in door je neus in. En uit door je mond. In door je neus. Uit door je mond. Een laatste keer diep in door je neus. Uit door je mond. Terwijl je lichaam en helemaal laat ontspannen, overgeeft aan de zwaartekracht. Kom met je aandacht naar je hartgebied. Midden van je borst, je hartchakra. Visualiseer, stel je voor in je hart een zon. Grote, glanzende, warme, goudgele zon. Een soort symbool als bron van jouw liefde, van jouw warmte. Van jouw onvoorwaardelijke liefde. Daar hoef je niks voor te doen, niks voor te laten. Het is gewoon in de kern aanwezig. Misschien zelfs wel je puurste ik ben. I am. Ook wel je I am presence genoemd. Voel of je daar helemaal mee kunt verbinden. Die warme, liefdevolle energie bent. Adem goed door naar je buik. Voel hoe die warmte, hoe dat licht zich verspreidt. Langzaam omhoog, via je hals naar je hoofd. Je hele hoofd vult met warm, liefdevol licht en warmte. Je gedachten, achter je ogen. Straks weer je ogen open, dat die liefde via je ogen naar buiten stroomt. Dat dan zo via je hals, je nek, over je schouders, je armen sijpelen. Doe je bovenarmen ermee, onderarmen, polsen, de handen. Al je vingers. Voel je hoe het van je nek, hier de achterkant, langs je schouderbladen, bescherming van die longen loopt. En ook in je longen vullen zich met licht, met warmte, met liefde. En de voorkant door je borstgebied, je hart. En de achterkant naar je nieren. Onderrug, je ruggengraat. Naar de voorkant, al je buikorganen, je maag, je mild.
darmen, je alvleesklieren, baarmoeder, je eierstokken, galblaas, vulva, je bekkengebied. Ook als je iets onverhoopt niet meer mocht hebben, is die plek energetisch nog wel aanwezig in je lichaam. Voel je hele bovenlichaam zich vult met liefdevolle warme, heel gouden witte licht wat voor jou fijn voelt. Voel het dan door je bekken naar je benen stroomt, je bovenbenen, je knieën, naar de voorste achterkant. Voel je onderbenen, je schenen, je kuiten, naar je enkels. En tenslotte ook je hele voeten vult, de hielen van je voet, de zolen van je voet, de wreven van je voet en de bovenkant. Al je tenen, tussen je tenen. Voel dan hoe je helemaal gevuld bent. Jouw liefdevolle warme licht. Kijk dan of je ook je aura, de ruimte om je heen, een energieveld kunt vullen met dat licht. Je kan 15, 20 centimeter om je heen voelen. Misschien voel je het ook groter om je heen. Maar in gedachten wat prettig voelt. Dus of je in zo'n kokon, een wit, een warm, een helder licht, baart als het ware, dobbert. Helemaal omhuld. Jouw warmte, jouw zijn. Voel je gezicht die van ontspant. Misschien trek je een zachte glimlach om je lippen. Voel dan of je langzaam de ruimte waar je nu in bent, in je eigen huis of waar je nog bent, dat je de hele ruimte kunt vullen met jouw licht, jouw warmte. Alle hoeken en gaten, voel het zo van je uitstraalt. Ook alle mensen die later in de ruimte komen, geraakt worden door jouw liefdevolle energie. Laat het nog verder trekken door je hele huis. Alle kamers. De woonkamer, de keuken, gangen, slaapkamers. Badkamer, toilet, bergkasten. Je hele huis. Elke verdieping, als je meer verdiepingen hebt. Voel het hele huis licht wordt. De liefde die van jou uitstraalt. Naar je tuin, naar je balkon. Naar de huizen naast je. In de flat woont naar boven en opzij. Als je in een rijtjeshuis woont, naar de zijkanten. Als je vrijstaand woont, naar de eerstvolgende buren. Helemaal ver om jou heen uitstralen. Tot de hele woonplaats waar je woont. Alle mensen, alle levende wezens. In jouw dorp, in jouw stad. Straal je uit, jouw liefdevolle, warme licht. En zie dan voor je in gedachten hoe die dorpen, die steden, want we zijn allemaal op een andere plek, elkaar raken. Een groot veld van warm licht komt en het verspreidt zich door heel Nederland. Heel het land verlichten we, verwarmen we. Laat je baden. Een warme, koesterende energie. Maak het dan nog groter. Stel je voor het hele Europa. Baat in die warme, licht, liefdevolle energie. Vertrouwen geeft. Genezing. Rust. Kracht.
alle mensen om te dealen waar ze mee te dealen krijgen. Je ziet een soort voor je de hele aarde dan baat. Een bad van licht. Alsof we met z'n allen om de aarde heen staan. Ik weet dat heel veel mensen mediteren op deze tijd. Met z'n allen die aarde wat meer koestering, wat meer warmte, wat meer licht, wat meer liefde te sturen. Iedereen die zich op die aarde bevindt. En nog een keer diep in en uit. En dan laat je dat beeld weer los. En met je aandacht weer naar je lichaam, op je mat. Een plek in de ruimte waar je bent, waar je lichaam is. En nog een keer wat dieper in. En weer uit. Beweeg dan rustig je tenen, je vingers, draai rondjes, je voeten met je polsen, met je handen om je polsen. Je vindt het lekker om je even uit te strekken of te gapen. En je kunt hier je handen wrijven, over je gezicht, of je gezicht masseren. Handen met je oogkussentje aan de kant doen. Zet nog even je knieën naar je borst. Ik wil het lekker om je ruggengraat in een klein beetje soepel te maken. Zachtjes heen en weer te wiegen. Rondjes te draaien met de klok mee tegen de klok in. En draai dan naar je rechterzij. En duw jezelf langzaam rechtop. Kom nog heel even zitten met je ogen gesloten. Dan ronden we het af met elkaar. En als je het fijn vindt om nog even te blijven liggen, ook prima. Spring je handen voor je hart. Sluit je ogen nog een moment. Dan kun je nog één keer met je aandacht naar die zon in je hart, in je hartgebied. En anker het gevoel wat je nu hebt. Een diepere verbondenheid. Dat je ik ben. Met je eigen warmte. Je onvoorwaardelijke bron van liefde. Adem je dat nog een keer diep in. En weer uit. Adem dan in voor om. Maak een lichte buiging voor jezelf om jezelf te bedanken voor de tijd die je adem met jezelf hebt besteed. Ik dank je ook hartelijk voor je aanwezigheid nu op een later moment. Ik wens je nog een hele fijne dag. Namaste. Dank jullie wel. Dan kunnen we even unmuten, even de recording stoppen.